honderden Mozart-players. Er ligt een deken van gif over Nederland. Met deze niet zo vrolijke boodschap komt het burgerinitiatief Meten is Weten. Het zijn inwoners uit de gemeente Westerveld in Drenthe die bezorgd zijn om het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de bloementeelt in hun gemeente. De bewoners hebben zelf onderzoek laten uitvoeren naar de verspreiding van pesticiden naar de omgeving. Verslaggever Henny Radstaak is bij Dwingelo in de gemeente Westerveld. We gaan even de tuin in, hè? Ja, zeker. Met uitzicht op de S. Er staan wat maïstoppels op het land. Ja, er zijn allemaal verschillende percelen op ingericht. Dus een perceel lelies, tulpen, gladiolen. En omdat je niet achter elkaar iedere keer hetzelfde gewas kan doen... gebruikt de boer of de teler wisselteelt. Dus dan schuiven de percelen rond, zou ik maar zeggen. Joke Kooltof, u bent van het burgerinitiatief Meten is Weten hier in de gemeente Westerveld. Maar de mais waar we nu op uitkijken, dat kan zomaar weer volgend jaar lelie worden. Ja, zou kunnen. En dan wordt er weer veel gif gebruikt. Ja. Lelies, dat zijn de meest vervuilende bloemen die er zijn eigenlijk. Ja. Er zit een weg tussen van 10 meter. 10 meter, ja. En dan op 10 meter afstand van uw tuin komt dat gif terecht. Ja, klopt. Als er gespoten wordt, krijgen wij het over ons heen. Je ziet het niet. Ja, soms zie je het wel. Soms zie je gewoon... En je ruikt het ook soms. Het hangt er vanaf wat er gespoten wordt. Dus sommige middelen die zijn echt heel erg goor. Dan krijg je gewoon vieze smaak in de mond en het slaat op je keel. En het kan heel lang blijven hangen. Maar andere middelen ruik je niet, daar merk je niks van. Maar je weet wel, en dat weten we ook door dat wij al die monsters hebben genomen... Je weet gewoon dat het overal ligt. Hoeveel hectare lelieteelt of bloembollenteelt vindt u nou plaats in de gemeente? Wij hebben 2000 hectare, niet in de gemeente. Wij hebben geloof ik, in Drenthe wil ik zeggen, 2000 hectare. 2000 hectare. En het is in de laatste, nou het zal het zijn, 10 jaar of zo, is het verviervoudigd. Rob Crispijn, behalve paddenstoelenkenner en liedjeschrijver, ook de voorzitter van Meten is Weten zelfs. Ja. Ja, u woont hier ook in de buurt. In Vledderveen. En daar heb ik ook af en toe bollen tegenover mijn huis. Dus ik weet wat het is en ik ben het met je ook eens. Dat vaak ruik je het niet en een andere keer is het zo'n gore lucht. Maar het maakt niet uit of je het ruikt of niet natuurlijk. En dat hebben we als Meten is Weten nou aangetoond. Dat je eigenlijk in de buurt van akkers heb je overal gif. Jullie dringen al jaren aan op onderzoek. Nou, dat gebeurt vanuit de overheid een beetje mondjesmaat. Jullie hebben je eigen onderzoek laten doen. Ja. We zijn 3 jaar geleden begonnen met gewoon in tuinen en in bermen en in, bij speeltuinen kijken wat vinden we nou. En in de natuur? En in de natuur later ook, ja. We hebben 87 monsters zijn door ons geanalyseerd. En daar zijn 132 bestrijdingsmiddelen gevonden. 132? Ja, en daarvan zijn er 12 niet aan de landbouw gerelateerd. De rest wel. En toen zijn we erachter gekomen dat in die natuurgebieden... dat het soms op 4 kilometer afstand te vinden is. Ja, want het is een paar jaar geleden aangetoond... dat het in het Nationaal Park Dwingelderveld zelfs... dat daar de stoffen die in de landbouw... of waarbij de teelt van deze bloemen gebruikt wordt... die wordt daar aangetroffen, in de natuur. In de natuur, ja. Het zijn de vluchtige middelen. En die komen echt 4-5 kilometer verderop. In de natuur, maar ook dus weer in... Als je hier woont, dan hebben mijn achterburen... die veel verder op wonen... die krijgen die middelen dan weer van het spuiten hier. Bijvoorbeeld die Joke, die school in Diever. Ja, zeker. Waar het op 40 meter afstand van de school is. Hè? Ja, schoolplein. Oh ja? Ja. Dus, daar is een pioenrozenveld tegenover gekomen. En ja, dat is natuurlijk heel erg. Dat daar geen rekening mee wordt gehouden. Dat daar niet locaties... specifiek naar gekeken wordt om het daar vooral niet te doen. Nu hebben jullie een oproep gedaan. Ja, je zou zeggen dat die hele vluchtige stoffen... dat zijn een stuk of 13, 14 die we hebben gevonden... dat die zou je gewoon moeten verbieden eigenlijk. Helemaal. En daar hebben we ook een procedure voor lopen. Naar alle provincies, want die vluchtige stoffen zijn niet hier alleen bij mij op de S, nee, maar in heel Nederland. Precies, want we hebben het hier over de gemeente Westerveld. Ja. Dat is een heel klein stukje. Jullie hebben gezegd van nou, er ligt een deken van gif over heel Nederland. Ja. Daarmee maak je het dus een landelijk probleem. Ja.
is het ook. Maar hoe bedoel je dat, een deken van gif? Nou ja, als het hier overal gevonden wordt en in de landbouw worden gewoon bestrijdingsmiddelen gebruikt, dan weet je zeker dat het overal gevonden wordt. Bovendien zijn er ook wel monsters genomen hier en daar in Nederland. De meeste uiteraard in Drenthe, maar Groningen, Noord-Holland, Gelderland. Ja. We hebben eigenlijk overal wel gemeten. Kijk, een neuroloog, bekende neuroloog Bas Bloem, die is al heel lang bezig om aandacht te vragen voor het probleem Parkinson. En die relatie aan te tonen met onder andere pesticiden. En die relatie, begrijp ik, wordt steeds duidelijker. Ja, die wordt steeds duidelijker, ja. Wat doet dat gif in de natuur, Rob? Hoeveel insecten zijn we kwijtgeraakt aan massa? 70%. Sinds 1990? Toen kwamen net zo'n beetje de neonicotinoïden op. Ja, dat is een bepaalde groep bestrijdingsmiddelen die zorgen voor dat insecten de weg kwijtraken. Laten we even zo zeggen. Ja. En uiteindelijk sterven. Ja. Die insecten blijven dan van die gewassen af. En uiteindelijk zijn we 30 jaar later zijn we zoveel insecten kwijtgeraakt. Ja, dat is natuurlijk dramatisch. En dus ook een neergang op het aantal insecteneters onder de vogels. Het is al een beetje mistig en grijs en deprimerend weer. Maar ik word er nou ook niet vrolijker van jullie boodschap. Ja, ja. Nee, ja. De kunst is om toch de moed erin te houden. Ja, tuurlijk. En dat doen jullie, hè? Ja, zeker wel. Ja, want jullie pleiten nu voor een spuitvrije zone van een kilometer rondom bewoning. Ja. In ieder geval instellen van die zones. Het voorzorgsprincipe toepassen. Waarbij dus de gezondheidsrisico's serieus genomen worden. En dat je niet moet wachten van dat iedereen echt die ziektes krijgt. Maar preventief ervoor zorgen dat we het in ieder geval niet krijgen. Dus als je die aanwijzingen hebt dat die risico's zo groot zijn. Pas het voorzorgsprincipe toe. Dus het Rijk moet zorgen voor duidelijke richtlijnen en wetten en kaders. Verwacht je iets van dit nieuwe kabinet? Nieuw elan werd er gezegd in Den Haag. Gaat deze nieuwe minister van Landbouw en Natuur, Staghouwer, gaat hij wat doen? Nou, hij heeft wel in het coalitieakkoord staat wel iets over over gewasbescherming. Zij zeggen intensiveren van de omslag. Dat zou betekenen dat de omslag naar, kringlooplandbouw? Ja. En tussendoelen stellen. En die zijn er nu niet. Dus als ze duidelijk tussendoelen stellen, we willen eerder op een bepaald moment dit en dit bereikt hebben, zoveel procent minder, ja, dan kan je er naar werken. Dan moet je er ook naar werken. Als iemand nou op bezoek komt met een bosje bloemen en er zitten lelies bij, wat zeg je dan? Oh, nee, dan ben ik toch maar mijn hele omgeving weet het. Maar dan word ik diep ongelukkig. Ja? Ja, echt. Nee, lelies neem ik niet. Nee. Nou ja, maar je wil een omslag. En als je die omslag wil bereiken, zou je met z'n allen wat moeten doen. Dan moet je als consument en als producent, je moet met z'n allen eraan werken. Even nog de bollen toch als voorbeeld. 27.000 hectare bollen teelt in Nederland. Dat is best veel. En van die 27.000 hectare is 100 hectare biologisch. Dat is pinnen, dat is schrijnend. Ja. Maar dat betekent dat het wel kan. De sector zegt van, oké, als er vraag is naar biologische bollen, maken wij biologische bollen. En dat is ook het punt natuurlijk. Want het is makkelijk om naar de sector te wijzen en naar de bollenjongens. Maar het is ook de consument uiteindelijk. Hè? Als wij bereid zijn wat meer te betalen voor biologische bollen, dan krijgen we ze ook. Het is nou stil hier op de S in Lee bij het Wingelo. Maar straks gaan de trekkers weer het land op met de gifspuit, of niet? Ze moeten eerst poten. Ja, uiteraard. Na het poten, maart, april, dan is het weer zover. Ja. Dan moet je weer gespoten op 15 meter vanaf de tuin. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, weet je. Ja.